Woehoe, we zijn in Lee, als je zo rent zie ik je niet. Oh? We zijn in Parijs. We zijn dus, hoe heet het hier? SMC? Ja, ik noem het nog altijd SMC, maar serieus. Het zou best kunnen dat ze hier een hele nieuwe hippe naam voor hebben bedacht. Kijk, een ballenbak. Lijkt echt alsof we in een zwembad zijn. Ja. Wat ben je? Gaan we eten bij Inge de Breuil. Nou, dat zou ik wel leuk vinden. Ranomi, Kromi, Jojo. Lee, kan jij me even vasthouden? Ik krijg echt een lamme arm. Oké, ja, niet met die. Ja, rustig. Meer zo. Zo ja. Oh, wat een mooie shot dit. Free? Ja, dat is de camera. Ik geef je één tip. Als je het nu niet weet, dan ben je echt dom. Oké, thanks. Super lief wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, het is maar. De belangrijkste vrouw op dit moment in vrouwenvoetbal Nederland. Kom op. Dit weet jij. Ja, ik weet het wel, maar dan gaan we toch niet bij eten nu? Hoezo niet? Gaan we bij Sarina eten? Ja. Nee, maar je had dit wel even kunnen zeggen van tevoren. Nee, ik zie er best netjes uit. Hoezo moet je opeens netjes zijn als je bij Sarina gaat eten? Dat weet ik veel. Ik weet meteen niet meer hoe ik moet doen. Ja, doe wel. Sarina is echt best wel streng ook en zo. Ja, je moet geen verkeerde dingen zeggen. Ja, ik zie al dat je dicht. Je kan echt niet. Heb je die goal gezien van Sis? Die was echt sick gewoon. Echt sick, Sis. Ik denk echt dat wij gewoon vaker taart moeten gaan eten bij de spelers. Ja, we hebben echt een goede invloed op ze. Ja, misschien moeten we gewoon bij de staf worden toegevoegd. Ja, dat lijkt me ook wel een goed idee. Een soort van kok? Van mental kok slash psycholoog. Mental kok. Ik ben Leon de Stendler, mental kok. Nou, daar lopen we dan. Ja. Met de bondscoach. Vind je het spannend, Free? Ja, ik heb meteen het gevoel dat ik heel serieus moet doen. Nee, dat hoeft niet hoor. Nee, oké. Okay. Week ben je nou echt bezig met bondscoach zijn? Wat houdt hoeveel uur? Ja, hoeveel uur? Ja, daar ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Want als je niet bezig bent, dan denk je er wel over na. Je moet echt dingen afsluiten om en iets anders gaan doen om een gedachte te verzetten. Dan droom je over speelsystemen. Onder andere. Ja. Of wat we nog met het team kunnen doen. Ja, over onze route naar DK natuurlijk. Dat soort dingen. En als je dan even wat anders wil doen en even die kop leeg wil hebben, wat ga je dan doen? Dan ben ik meestal iets met mijn gezin aan het doen. Dus met de kinderen thuis. Ik vind het heerlijk dan om thuis te zijn. Even joggen met de hond. Dat is ook wel ontspannend. Hebben alle stafleden een hond? Of, ja. Nee, dat niet. Nee, ik wil hem eigenlijk ook meenemen, maar dat was een beetje lastig. Ah, jammer. Jammer. Nou, ja, waar gaan we eten, hè, jongens? Een mooie campus. Mooie campus, ja. De speelsters moeten natuurlijk allemaal heel gezond eten. Hoe staat het eigenlijk met de bondscoach? Nou, ik eet ook wel gezond. Iets makkelijker, denk ik, dan de speelsters. Maar ik ben er ook wel redelijk mee opgegroeid, dus het zit wel in mijn systeem. En als je een keertje wil snoepen, wat vind je dan het lekkerst? Gebakken aardappeltjes. Gebakken aardappeltjes. Dat vind ik wel lekker. Ben je streng naar de speelsters wat zij moeten eten? Nee, de speelsters zijn hartstikke bewust van wat ze eten en wat goed voor ze is. Wij horen altijd dat het vrouwenteam heel bewust met voeding omgaat. En dat zien we zelf trouwens ook wel. Maar als je goed kijkt hier, dan zie je kleurtjes, want er is hier het systeem. Dus als je energierijk moet eten... Dus bijvoorbeeld voor een training. En dan moet je naar de kleurtjes kijken. Grappig. Dan moet je veel oranje op je bord leggen. Toepasselijk wel dan. Nou ja, want dit is natuurlijk campus. Ja. Deze kant goed vullen, Free. Let op. Je hebt er wel verstand. Heb jij dat ingekleurd, Lee? Ja, ik kan niet heel goed kleuren, dat zie je wel, hè? Lee, schrijf jij ook voor mij op? Ja, ga ik doen. Wat wil je hebben? Veel energie, hè? Veel... Oranje. Oranje. Oké. Okay. Dat is dit niet. Nee, ik wil deze. Oké, komt eraan, prinses. Dank. Het is wel een vol bordje zo. Hey. Ja. En voldoet het aan de... Nou... Het is 5 van 3. Ik denk iets te veel vet. Van die. Mag soms, hè? Ja. Ja.
Oh, dan moet ik netjes eten. Ik moet zeggen, qua kleursamenstelling vind ik dat ik de prijs win. Ja, dat vind ik ook. Yes. Deze ene prijs dan. Best handig zo. Iedereen geeft dus best wel uitsloven rond. Ik weet niet of ik in mijn Eva heb gezien. Zo, echt, maar hè? Ik dacht van ja, ik ga even op de campus eten. Ik zag dat, het zag er zomaar uit. Dat had ik nooit kunnen even na. Ja, hou je een beetje van koken? Nee. Nee? Noodzakelijk. Ja. Jam natuurlijk bij ADO gespeeld. Toen was jij daar de trainer. Ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar ben je eigenlijk heel streng? Ik zei tegen Lee meteen, ik werd een beetje zenuwachtig van eigenlijk dat we bij de Bondscoach gingen eten. Ja, echt? Ja, echt ja. En? Valt mee toch? Ik weet het nog niet. Nee, nee. Nee, ik val hartstikke mee. Nee, volgens mij ben ik helemaal niet streng. Maar ben ik wel scherp op een bepaalde proces. En details. Dat denk ik wel, maar dan kijk ik even naar Lee. Ja, zeker wel. Sarina is sterk in details. Hou je ook van een grapje? Ja, ik kom heel serieus over. Ja, ik vind het wel meevallen hoor. En ik ben ook wel serieus, maar ik hou wel van een grapje. En als je dan boos bent, hoe ziet dat er dan uit? Kan ik dit beter aan Leon vragen? Ja, ik denk beter aan Leon. Ik denk niet dat het er heel goed uitziet. Heel goed aan Sarina's ogen zien of ze boos is. Ik vind het echt... Hey! Vuurspiegel. Ja, ik ben een open boek in mijn emoties. Dat is wel jammer af en toe. Daar moet ik een beetje op letten, maar dat lukt niet zo goed. Dat is toch alleen maar goed, toch? Nou, dat is niet altijd goed. Zou je het soms liever een beetje verbloemen? Ja, rustig. Ik ben wel veel rustiger geworden in de loop der jaren. Dat zoek me niet eens op. Is het veel te veel? Ja. Ja, zo werkt dat, hè? Heb ik ook altijd. Ik praat ook altijd te veel. Hebben we gegeten bij Siska? Ja, heb je de goal gezien van Siska? Zo, ja. Ik was daar bij die wedstrijd. Oh, echt? Het was een geweldige goal. En Paas was ook niet verkeerd. Ja, nee, Paas was ook goed. Van Meerte Moret. Ja. Wat dus ons puntje was, wij hebben dus die week bij Siska gegeten. Ja. Oh, dus, ja. Oké. Okay. Ja, wij hebben dus het idee dat wij een hele goede invloed hebben op die speelsters. Oké. Dus misschien... Dus moeten we zelf opstellen volgende week? Ja, eigenlijk onder wel. Andere. Ja, onder andere. Of moeten we misschien toegevoegd worden aan de staf? Kunnen we elke dag mee eten. Ja. Elke dag prestaties. Ja. Ik denk wel. We krijgen alleen maar van dat soort Bergkamp doelpuntjes. Ja. Bijna. Nou goed, ik neem het mee. Ja. Dat beloof ik. Oké, fijn. Ik kom er even op terug. Ik achterkans klein dat het gaat lukken. Oké. Omdat ze de kan ik dan ook hadden. Spelers opgeven die als ze bij jullie eten zo goed worden dat we ze direct kunnen selecteren? Absoluut! Ja. Oké, dan moet ik even een blikje open doen. Ja. Het wordt nog een blikje spelen zo. Oh, maar geen blikjes met het eten. Het moet allemaal wel vers. Nee, het moet allemaal wel vers. Ja. Iets met die schijf en de kleur. Kunnen we afsluiten. Bedankt!